Hallo allemaal, ik ben Jolanda, oftewel ik Creative Mommy of Two. En vandaag heb ik een kleine review voor jullie. Zoals je ziet heb ik hier twee doeken liggen. Deze zijn allebei van de Action. Ik heb hier een kleine kat en de Eiffeltoren. Beide zijn, zoals ik al zei, van de Action. Allebei hebben ronde steentjes. Ik geloof ook niet dat Action vierkant heeft. Maar dat is terzijde. Ik geloof dat ze 4 of 5 euro waren. Dus zeker geen slechte prijs. Ze zijn maar klein, maar ze hebben ook voldoende detail. Het katje heeft, geloof ik, 4 AB-steentjes. Dus ja, steentjes met een wat meer glanseffect. Even wat dichterbij halen. Deze blauwe en deze roze, die glanzen net een beetje meer. Als mijn camera... Daar. Glanzen net een beetje meer als de gewone steentjes doen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk overkomt op camera. Goed. En hier de Eiffeltoren. Deze, dat zijn een beetje metallic steentjes. Dus meer een beetje, ja, rhinestone. Whatever, een beetje in ieder geval metallic. Het is laat genoeg vandaag. Mijn woorden komen niet meer helemaal duidelijk terecht. Ja, die hebben een beetje meer extra glans dan gewoon. Ja, het zijn meer die, bij gebrek aan een beter woord, kristallook steentjes. Strassteentjes, dat is meer denk ik het woord wat ik kan gebruiken. Van allebei heb ik nog heel veel steentjes over. Deze zijn voor de kat. Dit is, zoals je waarschijnlijk wel vermoedt, de achtergrondkleur. Ik ga even niet alle zakjes eruit halen, want het is, ja, redelijk wat gedoe. Maar van alle kleuren heb ik meer dan voldoende over. En dit is alles wat ik over heb van de Eiffeltoren. Even zien, waar heb ik de... Ah, hier is de metallic weer. Kijk, ik kan het zo goed laten zien. We hebben in ieder geval een zilverkleurige achterkant en het zijn een beetje meer transparant aan de voorkant. Dus, ja. Allebei had ik niet echt veel afval van de steentjes. Bij beide waren er in een aantal kleuren, of er kleine ronde stukjes, ja, van de steentjes niet afgevallen waren, maar wel van het materiaal van de steentjes erbij in het zakje terecht waren gekomen van de productie. Ja, net of dat het er niet goed uitgezeefd was van de... Reststukjes zal ik het zo maar even noemen. Maar ja, dat had eigenlijk geen invloed op de uiteindelijke resultaat. Want ik had nog steeds genoeg steentjes in het zakje zitten. En het was ook niet zoveel dat het echt gewoon irritant werd. Dus daar kan ik prima mee leven. Zeker voor deze prijs. Persoonlijk vind ik dat ze heel erg leuk uitgepakt zijn. Dus ja, laat me weten wat jij ervan denkt. In de... Ja, comment, box, ding, hoe je het ook wil noemen, onderaan de video. Laat me weten wat je vindt. Is er iets wat je nog meer wil weten hierover? Dan, ja, zal ik het proberen uit te vogelen. En, ja. Ik geloof niet dat deze twee nog bij de Action op dit moment te krijgen zijn. Want ja, Action wisselt nogal snel door de diamond paintings heen. Ja, misschien kom je ze ergens tegen en denk je, hé, die heb ik gezien, zagen er leuk uit, die wil ik hebben. Weet je nu in ieder geval hoe ze eruit zien? Ja, met dat gezegd te hebben, ik hoop dat je deze video leuk vindt. Als dat zo is, laat alsjeblieft een thumbs up bij de video achter. En als je nog niet geabonneerd hebt op mijn kanaal, kleine kanaaltje, zou ik het heel erg waarderen als je dat zou willen doen. Dat was het voor deze video. Ik hoop je een volgende keer weer te zien. Doei!